Misschien heb je ze wel zien fietsen vanmiddag. 12 elektrische bakfietsen met de mooiste bloemrijke decoraties. De Flower Power fietsparade moet de Bloemencorso een nieuw leven inblazen. Een fietstocht van Amsterdam via het stadshart van Amstelveen naar Floriworld in Aalsmeer. Wij doen de promotie voor Floriworld, de eerste virtuele bloemexperience van de wereld. En wij zijn 2 juli officieel weer geopend, heropend. Want vorig jaar waren we ook al geopend, maar door corona moesten we helaas eerder de deuren sluiten. En nu gaan we mogen weer open, dus we hebben een mooie promotietour van Amsterdam naar Aalsmeer. Het Bloemencorso is natuurlijk oorspronkelijk ontstaan in 1948, toen de koningin, of prinses Juliana koningin werd. En Aalsmeers Bloemencorso is ook echt wereldberoemd geweest, dat is toen gestopt. En wij wilden eigenlijk een beetje een knipoog geven naar de Bloemencorso, omdat het echt iets Aalsmeers is. En Floriworld staat natuurlijk in Aalsmeer, het hart van de sierteelt. Verschillende influencers deden mee aan de promotieactie van Floriworld en deelden langs de route bloemen en vrijkaarten uit aan iedereen die geïnteresseerd is. Ik ben gevraagd door de gardeners en ik ben een plantenliefhebber en bloemenliefhebber. Dus we hadden al contact en ze dachten, hey, dit is echt wat voor jou. En dat klopt, want ik ben echt heel blij dat ze mij gevraagd hebben. En we krijgen heel veel leuke reacties en dat is natuurlijk heel leuk, of het nou regent. Mensen die foto's maken, mensen die zeggen, oh mooi. En die staan gewoon ook een beetje te gapen, sommigen, van wat gebeurt hier? Wat komt er voorbij fietsen? Het gaat helemaal goed. En ik denk dat voor vandaag, omdat het een beetje niet zo mooie weer is, het is leuk voor mensen. Dus ik zie een beetje zo en dan ziet de bakfiets en dan grote glimlach. Dus ik denk, yes, geslaagd, dat wil ik. Een glimlach van mensen. Na een pauze op het Stadsplein vervolgde de parade via het kazernepad de tocht naar Aalsmeer. Om rond 3 uur de finish bij Floriworld te bereiken. Daar is sinds 2 juli de interactieve en unieke experience weer geopend. Floriworld is een personal experience. Het is geen museum, het is geen attractie. Het is echt een persoonlijke beleving voor jong en oud over de wereld van bloemen en planten. De experience is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 3. RTVA geeft samen met Floriworld 5x2 toegangskaarten weg. Ga naar onze Facebookpagina en tag met wie je graag naar Floriworld zou willen gaan. En wie weet, win jij wel 2 vrijkaarten.